Nou, het begon allemaal begin 2015. Toen werd in Amsterdam eerst het Bungehuis en daarna het Maagdenhuis bezet door ontevreden studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam. Zoals we wellicht zullen weten heeft deze bezetting wekenlang geduurd en is die geëindigd met een ontruiming van het Maagdenhuis. En na die bezetting maakten de verschillende actiegroepen, de medezeggenschap en het college van bestuur afspraken met elkaar. En een van die afspraken was dat er een aantal commissies zouden worden ingesteld, waaronder dus onze commissie Democratisering en Decentralisering. En we zijn eind 2015 met ons werk begonnen. We kregen ook een uitgebreide opdracht mee. En de kern van die opdracht was dat wij zouden inventariseren wat studenten en medewerkers zien als knelpunten. En dat wij verschillende bestuurs- en organisatiemodellen zouden ontwikkelen om die vervolgens in een anonieme schriftelijke raadpleging voor te leggen. Nou, we hebben uitdrukkelijk gewerkt als een adviescommissie. En we hebben onze input gehaald uit talloze gesprekken met medewerkers, met vertegenwoordigers van de medezeggenschap, ook met bestuurders. We hebben gekeken hoe andere rapporten, bijvoorbeeld het studententevredenheidsonderzoek, maar ook een knelpuntenrapportage die eerder was uitgebracht door medewerkers van de UvA, wat zij beschreven. En we hebben ook een evaluatie gemaakt van de WUP en de MUP. En dat zijn twee wetten die de medezeggenschap beschrijven. Nou, we beseffen dat deze commissie alleen de UvA adviseert, maar wij denken dat ons rapport ook waardevol kan zijn voor andere universiteiten. Want veel van de knelpunten die wij zagen, die zijn ook terug te voeren op landelijk beleid, het beleid dat in Den Haag wordt gemaakt. De overheid heeft in veel landelijke wet en regelgeving vastgelegd en is de laatste jaren steeds meer gaan sturen op rendementsverbetering. En daarmee bedoel ik nou maatregelen als selectie en de poort, binnen de studieadviezen en de harde knip. Nou, de protesten in Amsterdam die zijn ook aanleiding geweest tot uitgebreide discussies in de Tweede Kamer. En dat heeft ook geleid tot een aantal redelijk marginale verbeteringen in de wet ten aanzien van de medezeggenschap. Maar die kunnen natuurlijk wel een mooie aanleiding zijn om ook op andere universiteiten de gang van zaken te veranderen. Nou, dan even over de voorstellen zelf. Die hebben wij beschreven in ons rapport. En wij doen een aantal voorstellen in dat rapport die naar onze mening kunnen leiden tot meer inspraak en een decentraler bestuur. En hier heb ik dat rapport. We hebben besloten om dat een universiteit van waarden te noemen. Omdat de commissie vond dat de vraag wat voor soort universiteit wilde UvA nu eigenlijk zijn, een belangrijke rol speelde. En ook een belangrijke rol speelde in onze eigen analyse. En voor meer autonomie en medezeggenschap is ook een gezamenlijke koers van belang. Nou, ons rapport is opgedeeld in 3 delen. In het eerste deel beschrijven wij wat er naar de mening van de commissie in de hand is op de UvA. Dit is vooral een analyse op basis van de gesprekken die wij hebben gehad. En in het tweede deel gaan we in op de oplossingen die wij voor ogen hebben. Dat zijn een nieuwe senaat, een charter met daarin de waarden van de universiteit vastgelegd en natuurlijk een aantal bestuurs- en organisatiemodellen. Nou, allereerst even over die nieuwe senaat. De Universiteit van Amsterdam heeft namelijk al een senaat. Dat is een groep hoogleraren die het college van bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien. En de commissie was ervan overtuigd dat dit niet meer van deze tijd is. En we hebben daarom een voorstel gedaan voor een breed samengestelde senaat. Dus een club die bestaat uit medewerkers, uit studenten, uit promovendi. En die echt een afspiegeling is van de universitaire gemeenschap. Nou, deze senaat nieuwe stijl, zoals we die hebben genoemd, die krijgt als taak mee om mee te denken en te adviseren over het beleid op de langere termijn. Nou, ook omdat de vraag die ik al eerder ook stelde, wat voor universiteit wilde UvA zijn, in het huidige beleid onbeantwoord leek te zijn, hebben wij ook een voorstel gedaan voor een aantal universitaire waarden. Dus waarden waar de universiteit naar zou moeten streven. En de tijd is daar nu echt te kort voor om daar lang op in te gaan. Maar als jullie willen weten wat wij hier precies over zeggen en wat voor een voorstel wij doen voor een aantal kernwaarden, lees dan vooral hoofdstuk 4 van het rapport, want daarin gaan we er uitgebreid op in. Nou, en we hebben natuurlijk een voorstel gedaan voor een aantal bestuurs- en organisatiemodellen. En die hebben wij allemaal ook een kleur gegeven. En dat is niet, dat is eigenlijk bedoeld om de discussie daarover wat makkelijker te maken. Dus de kleuren hebben op zelf geen mening. Het gaat nu ook te ver om heel uitgebreid in te gaan, want ons rapport is iets van 160 pagina's. Maar even heel kort wil ik iets meer vertellen over de verschillende modellen die wij voorstellen. Nou, allereerst het blauwe model. Die vertegenwoordigt eigenlijk de bestaande situatie. En naar het oordeel van de commissie is de huidige situatie nou onvoldoende of komt die onvoldoende tegemoet aan de wenselijkheid van een democratischer bestuur. Nou, we hebben een volgend model, een oranje model. En in dat model heeft het college van bestuur ook de beslismacht. Maar daar staat een duidelijk versterkte medezeggenschap tegenover. Er is sprake van een uitbreiding van het instemmingsrecht, van het informatierecht, het initiatiefrecht. En er wordt ook een amendementsrecht ingevoerd.
Nou, in het gele model gaan we nog een stap verder. Studenten en medewerkers krijgen daar verregaande rechten en het bestuur is dienstbaar aan hen. En in het groene model gaan we uit van een zelfsturende organisatie, waarbij relatief autonome groepen van studenten en medewerkers zelf het beleid in hun eenheid, bijvoorbeeld een afdeling of een dienst, bepaalt. Nou, om even terug te komen op die verschillende principes die onder de modellen liggen. Nou, we hebben die principes afgeleid van de waarden die wij ook in het charter voorstellen. Nou, even kort een voorbeeld. En ik weet dat ik hier kort door de bocht ga, maar ik wil het filmpje ook niet al te lang maken. Zowel het blauwe als het oranje model kiezen voor het principe van handhaving van afzonderlijke en zelfstandige onderwijs- en onderzoeksinstituten en afdelingen. En deze worden door de decaan benoemd. Dus je zou kunnen zeggen dat oranje en het blauwe model nog uitgaat van het huidige Amsterdamse bestuursmodel. En het gele en het groene model die kiezen voor een heel ander principe. De nadruk komt hier veel meer te liggen op de versterking van de decentrale eenheden. En de afdelingen worden echt de plek waar onderwijs, onderzoek, personeelsbeheer, maar ook financieel beheer samenkomen. En de leidinggevenden worden hier ook door medewerkers en studenten gekozen. Nou, wat wel duidelijk wordt is dat het groene model dat wij voorstellen het meest vergaand is. En dat heeft ermee te maken dat we ook binnen verschillende bedrijven een trek zien naar veel meer autonomie. Dus heel veel bedrijven die gaan ook toe naar een model waarin medewerkers veel meer zelf bepalen wat zij doen. En het groene model is voor een groot deel daarvan afgeleid en gaat dus uit van teams met verregaande bevoegdheden om zelf hun taken uit te voeren. Nou, we hebben nog een ander hoofdstuk ingevoegd in het rapport. Want ondanks dat de commissie van mening was dat we een aantal structurele verbeteringen zouden moeten op termijn, denken wij ook dat op korte termijn verbeteringen mogelijk zijn. En ik denk dat andere universiteiten daar ook veel in kunnen hebben. Die staan beschreven in hoofdstuk 8. En in dat hoofdstuk gaan we dus in op voorstellen die ook zonder stelselwijziging direct kunnen worden ingevoerd. We doen daar een aantal aanbevelingen gericht aan het college van bestuur, maar ook aan de medezeggenschap. En een voorbeeld daarvan is dat wij vinden dat de medezeggenschap veel meer aan de slag zou kunnen gaan met nieuwe manieren waarop inspraak vormgegeven kan worden. Zoals het digitaal verzamelen van meningen, maar ook het introduceren van een soort van burgerinitiatief op de universiteit. En dat heeft ermee te maken dat de huidige wetgeving die de medezeggenschap beschrijft van 1997 is en naar onze mening wel wat aan vernieuwing toe is.